terug bij Code Kraken. Het is een maandje geleden dat jullie de allerlaatste drie code opdrachten kregen voor de drie code getallen. En in deze video bespreek ik alle antwoorden van de afgelopen afleveringen. Oké, laten we beginnen bij aflevering 1. Toen we lekker begonnen, we waren buiten aan het opnemen toen op dat moment. Het is natuurlijk niet helemaal gegaan zoals ik in eerste instantie had gewild qua opnemen. Maar toen begonnen we met opdracht 1 met de drie uitkijktorens. De zeven steden waren Rotterdam, Dordrecht, Breda, Tilburg, Eindhoven, Roermond en Heerlen. Deed je alle eerste letters bij elkaar, dan kwam je als het goed is op 73. Vervolgens stelde je aantal kilometers erbij op en dan kwam je met het uitkomstgetal op 15.987. En dat maakte codegetal 15. Toen kregen we opdracht 2, dat was de rebus. En uit die rebus kwam de volgende zin. De oplossing bevindt zich in een QR-code. Toen moest je dus een QR-code gaan zoeken en die QR-code was te vinden op mijn kanaalbanner. Die is nu alweer weg en die is nu als een post op mijn communitypagina van YouTube te zien. En dan kreeg je uiteindelijk codegetal 16. Bij opdracht 3 moest je allemaal details te weten komen over Flevoland. Wie had het opgericht? Wie begon ermee? Dat was Hendrik Stenner. Hendrik Steven. En daarvan was het uiteindelijk codegetal 14. Toen kwamen we naar aflevering 2. En dat begon met een hele grote Sudoku opdracht. En hieruit kwam uiteindelijk het codegetal 1. In opdracht 2 kreeg je toen een gedicht en toen moest je op zoek gaan naar afbeeldingen met cijfers in. Die afbeeldingen met cijfers waren te vinden op mijn Instagram pagina De Codekraak. En daarvan was het uiteindelijke codegetal ook 1. In opdracht 3 moest je je gezonde verstand gebruiken en waren een paar afbeeldingen te zien die wezen naar een codegetal. Dat was bier. Je mag legaal bier drinken als je 18 bent. Dat was een rijbewijs. Je mag gewoon vrij rijden zonder iemand ernaast vanaf 18. En er stond een geestje, een soort horrorpersonage op. En wat mag je legaal kijken als je 18 bent? Horrorfilms. Nou, toen gingen we naar aflevering 3 en dat begon met de Latijnse school. Er waren drie woorden weggestreept en dat waren universitaire, de mammoetwet en lax. En daarbij hoorde codegetal 4. Opdracht 2 ging over de Veluwe. Toen moest je dingen optellen, de oppervlakte en de hoogste punt van de Veluwe volgens mij. En daaruit kwam je op codegetal 5. Toen gingen we naar opdracht 3 en die ging over de inwonersaantallen uit verschillende landen. Optellend kwam je uit op 69,569 miljoen. En dat is codegetal 12. Toen gingen we naar aflevering 4. TikTok was daar een beetje de bedoeling van in de eerste opdracht. In opdracht 1 was uiteindelijk 29 tekens met codegetal 14 goed. 29 tekens. Opdracht 2 van aflevering 4 ging over het Eurovisie Songfestival. De twee landen die heel veel 0 punten kregen, dat waren Noorwegen en Oostenrijk. En daar hoorde codegetal 15 bij. Opdracht 3, Mr. Beast, wie kent hem niet? Hier kwam uiteindelijk codegetal 20 uit. Dan gingen we door naar aflevering 5 en dat begon met Wie is de Mol? Er zijn ongeveer 30 landen waar er een Wie is de Mol is afgespeeld of speelt. En daar hoorde codegetal 7 bij. Opdracht 2 was Wat is de duurste film in de wereld? Dat was 378 miljoen dollar kostte die film. Dat is veel. En daar hoorde codegetal 5 bij. Gingen we naar opdracht 3. Wat was het geluid? Het geluid dat ik aanzette was een ventilator. En daar hoorde codegetal 22 bij. Gingen we alweer naar aflevering 6. En daar was opdracht 1. Was uiteindelijk tussen 4 en 5 uur lang lopen. En daar hoort codegetal 8 bij. Opdracht 2 was uiteindelijk 37.800 seconden reizen met codegetal 5. Nou, toen gingen we in opdracht 3 een beetje kilometers uitzoeken. En hiermee kwam je uit op ongeveer 180 kilometer van Utrecht naar Groningen. En daar hoorde codegetal 26 bij. Aflevering 7. Een beetje rekenen en je kwam uit op 3150 minuten.
met codegetal 5. Wederom. Opdracht 2. Optellend uit alle afleveringen bij elkaar tot dat punt, kom je uit op 501. En dat was codegetal 9. Opdracht 3 was makkelijk te vinden. Mijn datumbordje hierachter liet namelijk 19 zien, wat ook het codegetal uiteindelijk was. Want waar zie je anders een getal? Het enige waar je een getal ziet is het datumbordje. Daar staat nu 31. Tot slot aflevering 8. Dat begon met Valentijnsdag. Zoekend naar de naam van een Amerikaanse drummer. En uiteindelijk kwam je uit op codegetal 14. Dan opdracht 2. Wat is de hoofdstad van Australië? Dit is Canberra. En dat was codegetal 5. En dan kwam je bij de laatste opdracht van dit seizoen. En dat was codegetal 15 natuurlijk. Maar bij deze opdracht was het de bedoeling dat je alle codegetallen omzette naar letters en daar vervolgens een zin van maakte. En deze uiteindelijke zin was op naar het volgende seizoen. Ik weet natuurlijk niet 100% zeker of er een volgend seizoen komt. Maar de zin is op naar het volgende seizoen. Met deze aflevering sluiten we dan ook direct Codekraker af. Ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben van het zelf oplossen van puzzels en opdrachten. Al was het soms ook niet helemaal volgens mijn planning wat de opnames gingen doen. Voor de rest, de winnaar zal ik bekendmaken op mijn Instagram stories. Dus dan heb ik nog maar één ding te zeggen en dat is abonneer voor meer. En dan zie ik jullie de volgende keer weer bij een nieuwe serie, video of iets anders. Laters.